Hallo mensen van Smashers. Nou, zoals jullie weten, ik moest wat vertellen wat niet leuk was. Ik zeg het maar gewoon. Laten we het erop houden. Weet je, we houden het erop dat... dit is absoluut niet leuk. Ik was bij de koffiebak verkopen in Naaldwijk. Ergens aan de zee. En ja, toen gebeurde er iets wat absoluut niet leuk was. Dat was echt niet leuk. Want ik mocht een spelletje spelen van mijn vader op zijn mobiel. Maar wat er toen gebeurde, was echt niet leuk. Want ik werd overvallen. Nee, even serieus, ik werd overvallen. Dat is geen grap. Ik heb er zelf niks van gemerkt. Gewoon zakkenrollen, geloof ik, of zo, weet ik veel. Maar ik was dus met mijn vader's mobiel. Die zat toen in mijn zak. Ja, als je nou denkt, oh, je mobiel ligt toch gewoon daar. Ja, maar die is van mijzelf. Die andere was van mijn vader. Ik weet het oude mobiel steeds, maar die andere was nog ouder. Maar er staat alles in van mijn vader. Dus ik had hem in mijn broekzak. Ik ging elke keer kijken of hij er nog zat. En ineens was hij weg. Dus ik zei tegen mijn vader, hey, pap, heb jij hem? En ja, hij had hem dus niet. En toen zei hij, are you kidding me? En ja, en toen werd hij boos. Hij schelde. Toen hadden daar iemand gevraagd of hij zijn nummer wou bellen, maar hij ging niet af. Dus dat betekent dat mobiel is uitgezet. Dus dan is hij waarschijnlijk gestolen, simkaart geblokkeerd, bij de politie geweest. Die politievrouw was heel dom. Want die zei, mijn vader zei, hallo, met Kees Kruik, mijn mobiel is gestolen. En die vrouw, oké, heeft u al gebeld naar de politie om te blokkeren? Dat gaat niet zonder mobiel. En dit is echt gebeurd. Het is echt niet leuk. Het was vandaag. Ik wou een leuke dag van maken. Ik wou filmen. Maar dat ging niet. Want ik werd ineens overvallen. En toen heb ik alles verwijderd. Want dat kan ik niet zomaar op YouTube zetten. Het kan wel. Maar dat mocht weer niet. En weet ik veel allemaal. Dus bedankt voor het kijken naar deze kutvideo. En tot de volgende keer.